De droge infrastructuur in Ikeri is totaal aan haar lot overgelaten. Dit zei VHP-parlementariër Stephen Matsaleh gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de begrotingsbehandeling 2023. Er was beloofd dat duizenden kubieke meter zand bestemd was voor het reisdistrict. Echter, na een jaar heeft hij nog geen actie gezien. Het DNA-lid vraagt zich af wanneer de overheid de zandwegen in het district zal aanpakken. Als ik het heb over Ikeri, dan bedoel ik alle zand- en kleiwegen vanaf Wageningen tot en met de westelijke polder. Deze wegen worden jaren alleen maar geëgaliseerd. Waterleidingbuizen komen hierdoor vaak bovengronds, waardoor het bij egalisatie van de wegen beschadigd worden. Ook wooncentrum Paradijs, waar er een Milo-school, een sportcomplex, een politiepost en kerken is gevestigd, is jaren niet aangepakt. De zand- en kleiwegen, voorzitter, zijn bij het minste en geringste regenval onbegaanbaar. Wegen zoals de Bamboedam Nieuwland en de Krapagoeklaan, die 10 keer een start zijn hebben gehad, zijn nog steeds niet gerealiseerd. Ook vroeg het parlementslid aandacht voor de natte infrastructuur in Ikeri. Heel wat aan- en afvoerkanalen zijn jaren niet opgehaald of uitgegraven. Hierdoor hebben vele boeren vaak te kampen met waterproblemen voor hun landbouwarealen. Matsaleh zegt dat aangezien de afvoerkanalen dicht begroeid of ondiep zijn, de afvoer van overtollig water bemoeilijkt wordt in de regentijd. En bij droogte hebben de boeren water nodig. Dan kunnen ze juist hun arealen niet bevloeien, omdat de aanvoerkanalen dicht begroeid zijn. Een voorbeeld, voorzitter. Ik heb recentelijk op verzoek van landbouwers van de oostelijke polder in Ikeri moeten inspelen, omdat het aanvoerkanaal aan de Sabanaweg al daar, die al meer dan 6 jaren niet is onderhouden, via het ministerie van OE laten ophalen en tegelijkertijd uitgraven. De ministerie van ROS en OE hebben in deze hun medewerking verleend. Voor zo'n kanaal hoeft er hierna minimaal een jaar lang geen grafwerkzaamheden meer worden verricht. Maar dan dient het wel op tijd te worden onderhouden. We hebben zoveel ambtenaren, voorzitter, die daarvoor ingezet kunnen worden. De instanties beschikken over machines. Zet ze dan in. Matsaleh wees erop dat Ikeri niet alleen met infrastructurele problemen zit, maar er zijn ook problemen met de aanpak van ID-kaarten en rijbewijzen in het district. Matsaleh benadrukt dat niet alle problemen met geld opgelost hoeven te worden. Hij deed een beroep op de regering aandacht te geven aan de vele problemen in het reisdistrict.